BNN begint per 6 januari met het nieuwe programma The Social Club. Ja, je hebt net al even kort verteld. Het draait allemaal om social media. Jullie gaan eigenlijk een beetje in. Andere mensen aan dan bijvoorbeeld een Filemon zou aantrekken. En ervaring gehad met Ancilla bij RTL Late Night. Dat klopt, ja. Van, ja. Misschien moet je wat minder coke snuiven, Gordon. Ja, maar dat ging over privacy schending. En Gordon was natuurlijk niet heel erg blij met dat dit online kwam. En Gordon die had dat online gezet. En Ancilla had erop gereageerd. Vervelend, hè, privacy schending. Dus ik vond dat heel interessant. Van oké, weet je, privacy schending niet. Ah, let's go. Dus ik had allemaal dingetjes bedacht van, nou, zij waren toen heel erg met bejaarden bezig. Zo'n benefietavond. Nou, we gaan met bejaarden en Ancilla protesteren. Tegen privacy schending. Dat soort gekke dingen, weet je wel. En zo, noem maar op. Weet je, iedere dag gebeuren er weer dingen die. Is wat gestolen? Dat vetplantje? Of had je die gekocht? Nee, ja, die heb ik opgegeten. Maar die was natuurlijk niet van mij. Een kussen uit een hotel. Ja. En ik zou het zo weer doen. Dit weekend sliep ik nog in een hotel. En dan heb je zo'n heel lang kussen in het midden. En ik had hem zo mee willen nemen. Maar daar kom je niet meer weg. Nee, alles wat in een hotel is, voelt altijd zoveel fijner dan dat je thuis hebt. Ja. Die vetplanten, die werkte niet. Nee, maar dat komt ook omdat ik juist altijd in de wereld zat. Ik ben in de dance begonnen waar heel veel mensen. Niet heel veel mensen om me heen. Maar wel, daar is het gewoon in het publiek. Ik was altijd aan het werk. En ook de mensen in de dance, op alle feesten, overal waar ik kom, zijn mensen die ik ken. Dat is de DJ's, de organisatie. Plus, ik ben gewoon een angsthaas. En nu denk ik, ja, in Amsterdam, als de plek en de tijd daar is, maar ik heb daar geen behoefte aan. En ik ben ook heel veel aan het werk geweest. Ja, dit is echt ook, dit zei ik ook toen in mijn werkte. Werkte ik ook al op feest. Ik heb ook evenementen georganiseerd. De mensen die worden afgevoerd. En natuurlijk zijn er ook heel veel mensen die met heel veel. Nee, dat was wel de grens. Hey, en vraag 4. Ja. Nogmaals. Dat klinkt heel veel. Nee, niet veel. Ja, maar ik ben wel vrijgezel natuurlijk. Maar weet je wat is? In een relatie is het spannender. Of ik mannen, dan is het gewoon, het is daar en ik heb er zin in. Nee. Nee, je hebt toch, ik heb wel echt meer een man fysiek nodig en dan is het niet nodig. Nee, maar we moeten er toch een aantal aan hangen. Dus kunnen we het dan, maar is het dan minder dan één keer in de week? Ja. Oh, oké. Nee, ja. Nou, je hebt je er prima doorheen geslagen, hoor.